Als u na een lange dag thuiswerken of thuiszitten een frisse neus gaat halen, richt die neus dan af en toe ook even naar beneden. U kunt namelijk zomaar een kleurige kei in het gras vinden. Of op een wipkip. Vrolijke stenen van vrolijke kunstenaars. Ook Esther de Bruin draagt haar steentje bij. Dit zijn eigenlijk stenen om mensen wat meer positiviteit te geven. Of wat we bijvoorbeeld ook doen is bij mensen voor de deur, als we weten dat iemand of ziek is of met een verjaardag. Om net even, zeker in deze tijd, er wat meer show aan te geven voor die mensen. Ik ben nu de achterkant van de steen aan het beschrijven voor de site Kei Tof. Dat als mensen de steen vinden, dat ze hem daarop kunnen delen. En de tekst die erop staat, neem mee of laat mij verder zwerven. Dus ze kunnen hem thuis houden als ze er een bepaalde betekenis achter vinden of zien. En of ze leggen hem ergens anders weer terug. Esther kijkt bij het wandelen niet alleen naar beneden voor zo'n vrolijke verrassing. Nee, ze vindt daar ook haar basismateriaal. Stenen die dus een verfje kunnen gebruiken. En eenmaal opgeraapt, borrelen meteen nieuwe ideeën op. Bij sommige stenen heb je gelijk al een idee. Hier ga ik een vogel van maken. Of laatst had ik een steen en er zat een reliëfje in. En op het reliëf zei ik, oh, dat wordt een hond. En als je dan bezig bent, ja, dan eigenlijk blijf je maar doorgaan. En dan is het, oh, is het al zo laat? Nou, ik ga nu echt stoppen. Toch nog even die afmaken, ja. Ja, een beetje verslaafd dus. En dat werkt vast een beetje aanstekelijk ook. Ja, zeker. Je wandelt ook heel anders nu je zelf stenen weglegt. En je weet dat mensen ze vinden. Maar ook dat er andere mensen het nu doen, dat je toch meer kijkend rondloopt op het moment dat je ergens anders aan het wandelen bent. Ik heb zelf een Mickey Mouse ergens gevonden. En die heb ik ook later weer verder laten zwerven. En ik heb er eentje ook van een bekende voor de deur gehad. Die ligt nog thuis. Maar, wil je nog eentje neerleggen?